In deze serie van 3 video's wil ik je 3 dingen laten zien. Het gaat over zouten en ik wil laten zien hoe je formules maakt van zouten. Daarna in de volgende video laat ik je zien hoe je oplosvergelijkingen maakt. En in de allerlaatste video laat ik je zien hoe je neerslagreacties maakt. Maar we gaan beginnen met het maken van formules. En ik heb een aantal zouten waarvan ik je de formules wil leren. En de eerste is het zout natrium. Chloride. En als je de formule wil maken van zo'n zout, dan moet je eerst kijken welke ionen erin zitten. Nou, in natriumchloride zit het natriumion en het chlorion, dus Na en Cl. Nou, ionen hebben altijd een lading. En als je nou wil weten wat de lading is, dan kun je in de tabel kijken, tabel 35 van je BINAS. En daar hebben we hier natrium, Na+, en chloor is Cl-. Dus daar vind je dan de lading. Nou, Na+, en Cl-, en plus en min, dat past direct bij elkaar. Dus het is NaCl, en dat is de formule van het zout. En meestal zijn zouten zijn vaste stoffen, want zouten hebben een hoog smeltpunt. Nou, het tweede zout wat ik je wil laten zien, is het zout calciumbromide. En ook bij calciumbromide, dat bestaat uit calcium en broom. En als je daar de ladingen van wil weten, die kun je ook weer hier vinden. En dat is, even kijken, hier is die Ca2+ en Br-. Ja, en dan heb je dus een verschil, want 2+ en min. Ja, en dat past niet zomaar bij elkaar, daar moeten we iets aan doen. En wat we dan moeten doen, is zeggen, we nemen 2 keer die broom, 2 keer het broomion. En dan schrijf je dat zo op, CaBr2, en die 2 staat dan laag onder de Br, ook een vaste stof. Nou, en dat doe je zodat als je 2 keer deze negatieve lading neemt, dan heb je ook 2 minnen. En van calcium heb je 2 plussen, dus dan is dat allemaal in evenwicht. Nou, het volgende zout wat ik je wil laten zien is kaliumoxide. En kaliumoxide, dat is K+, een zuurstof, zuurstofion, O2-. Kaliumoxide, K+, met O2-. Nou, en hier is het eigenlijk net als daarnet, alleen nu hebben we 2 minnen en 1 plus. Dus dat betekent dat ik van die K, daar moet ik er 2 van nemen. Dus dat wordt K2O. En dan heb ik dus 2 keer de positieve lading en de 2-, de negatieve lading. Ja, net als alle zouten, het hoge smeltpunt zorgt weer dat het altijd een vaste stof is, het zout. Tenzij je het heel erg warm maakt natuurlijk. De volgende die ik je wil laten zien is kopernitraat. En ook hier weer bij kopernitraat gaan we kijken wat is de lading. Nou, koper, Cu2+, en nitraat is NO3-. En die nitraat is een beetje bijzonder. Ik zal je laten zien waarom. Eerst even die Cu2+ opschrijven en dan die NO3-. Nou, die NO3-, dat is een samengesteld ion. En dat samengestelde ion dat bestaat uit 1 stikstofatoom en 3 zuurstofatomen. Dus het is eigenlijk een klein molecuul met een lading. Ja, dus ook een ion. En als we daar nou mee aan de slag gaan, dan moet je dus soms haakjes omheen zetten. En ik zal je dat, in dit geval is dat ook zo. Dus ik zal je laten zien waarom. We hebben hier weer 2+ bij het koper. En die NO3, dat is enkele min. Dus daar moeten we er 2 van hebben. En wat ik dan dus zou willen is Cu en dan NO3. Ja, en van die NO3 wil ik er 2 hebben, dus dan zou je normaal hier een 2 neerzetten. Of misschien zou je verwachten dat de 2 dan daar moet. Of, nee, dit is het geval, hij komt er gewoon achter. Maar die hele NO3, die gaat tussen haakjes. Dus van het hele NO3-ion heb ik er nu 2.
Als je nou niet die haakjes doet, dan, ja, dan staat er eigenlijk NO32. Ja, dat is dan weer verwarrend. Dus we houden die NO3 echt bij elkaar als één ion, klein molecuul met lading. En we nemen er dan twee van. Nou, de volgende die ik je wil laten zien is ammoniumfosfaat. En ammonium, even opschrijven. Ammoniumfosfaat. Dan gaan we weer kijken in de tabel. Hier ammonium. En daar rechtsboven helemaal hebben we fosfaat. Zo. En die gaan we ook samenbrengen. Dus NH4 en PO4 2-min. NH4 plus en PO4 2-min. Nou, hier hebben we dus 1 plus en 2 minnen. Dus we moeten er hier 2 van nemen. En dat betekent dus van NH4. Daar wil ik er 2 van. Dus er komt een 2 achter. Maar dat zou verwarring scheppen weer. Dus ik ga er haakjes omheen zetten. Dus NH4 gebruik ik 2 keer. Samen met 1 keer PO4. Dan heb ik 2 plussen en 2 minnen. Nou, en de laatste stof die ik je wil laten zien. Dat is ijzer. En ijzer die komt in meerdere soorten voor. Dus ik wil nu ijzer 3 sulfide. Ijzer 3 sulfide wil ik laten zien. En dat is deze, ijzer 3 plus. En sulfide, S2 min. Dus dat wordt Fe 3 plus en S2 min. Ja, en ook deze moeten kloppend gemaakt worden. We moeten zorgen dat we met een neutrale lading uitkomen. Ja, een 3 plus en 2 min, hoe gaan we dat nou doen? Als ik hier nou 2 van neem en daar 3 van neem, dan heb ik hier totaal 2 keer 3 plus. Dus dat is eigenlijk 6 plus. En 3 keer 2 min, nou, dat is 6 min. En dan heb je dus evenwicht. Dus ik moet van die ijzer moet ik de 2 nemen en van die van het zwavelion moet ik de 3 nemen. En dan heb ik ijzersulfide, ook weer een vaste stof. Volgens mij was ik die S net een paar keer vergeten. Maar al die zouten zetten er een S achter van vaste stof. Nou, in de volgende video ga ik je laten zien hoe je van deze zouten, waar je nu de formule van kan maken, hoe je daar oplosvergelijkingen mee maakt. Dus klik door naar de volgende video.